Voor de echte paardenliefhebber was het zaterdagavond uitbundig genieten in de grote hal van het WTC Expo Center. 130 jaar Fries paardenstamboek werd gevierd met een imposante show met als eregast koningin Beatrix. Als beschermvrouwen van het Fries paardenstamboek arriveerden zij kort voor de aanvang bij de lobby van het WTC Hotel. De koningin werd begroet door voorzitter Kees Rozemond, commissaris van de koningin John Jorritsma, burgemeester Vert Kroonen en WTC-directeur Andries de Jong. De koortsbeheerder was hier. Bij binnenkomst in de hal werd de koningin met een warm applaus begroet. Dames en heren, haar majesteit, de koningin. Samen met de duizenden andere paardensportliefhebbers genoot de vorstin van een wervelende show, waarin met name de wereldwijde aanwezigheid van het Friese paard werd getoond. 2 uur lang werd ademloos gekeken naar prachtige lichteffecten en fantastische muziek van het Friesk jeugdorkest en solisten. De nacht is voorbij, de zin is vrij om weg te keren. Als het de tijd, de moon is te nij om stil te staan. Het leven die vrouw. Wacht je te lang, maar neemt een keer. De prestaties van de paarden zorgden voor kippenvelmomenten. 8 chaises stalen de show met een molenwiek effect. De lichteffecten gaven de jubileumshow een extra impuls. Elegantie met accenten van lichtsnoeren werden afgewisseld door verlichte strijdwagens die met hoge snelheid door de lucht vlogen. Don't you trust anyone, you learn how to trust the stone. Ongetwijfeld een van de hoogtepunten was de combinatie van Showcorps Advendo met de hoofdrolspelers van deze avond, Friese paarden. We'll be right back.
De show rond het 130-jarig jubileum van het Fries paardenstamboek heeft de schoonheid en veelzijdigheid van het Friese paard opnieuw onderstreept. Officieel was het de bedoeling dat koningin Beatrix in de pauze het paardenfeest zou verlaten. Maar de vorstin genoot zo van de show dat ze besloot om tot het eind te blijven.